Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel De Keizer. Goedenavond dames en heren en welkom bij de allerlaatste Jazz Talk van dit jaar. We hebben volgens mij echt een prachtig jazzfestival gehad met heel veel zon, heel veel goede bandjes en natuurlijk af en toe een lekker biertje erbij. En we gaan gewoon vandaag het een en ander weer bekijken over wat er gisteren en vandaag is gebeurd. Maar als eerste heb ik hier een gast aan tafel. Rob de Lepper volgens mij, als ik het goed heb. Klopt. Ja, laten we als eerste beginnen. Je hebt de telefoon voor je neus. Ja, ik zit vol spanning. Ik kom uit Eindhoven, bedrijf in Breda, Van Dijns installatie werken. Op een top PSV'er. Het tweede clubje is NAC. En het is erg spannend. PSV is afgelopen 3-1 gewonnen en het staat nog 1-1 bij Ajax de Graafschap. Dus, en hoe lang moeten ze nog? Ja, ik zie nou weer, het is van plus 1 naar plus 2 naar 4 minuten. Dus, 4 minuten? Maar ik heb gekeken naar de scheidsrechter, dus we worden weer benadeeld. We gaan het zien. Laten we in de tussentijd ergens anders over gaan hebben. Dat de tijd misschien wat sneller gaat en hopelijk hebben we dan nog een mooie uitslag. Ik hou het in de gaten. Ja. Vertel, je bent voorzitter van Dijns installaties en beveiliging. Ik ben directeur. Algemeen directeur van Dijns installatie werken. Ja? En ik heb een compagnon, Wilm Smetsers, en directeur van Dijns beveiliging. Ah, kijk eens aan. En je bent 7 jaar hoofdsponsor van Breda Jazz. Ja, 7 jaar. Het 7e jaar alweer. Ja. Op en top. En vertel, waarom Breda Jazz? Nou, niet Breda Bars of zo? Nou, het hoort gewoon bij Van Dijns. Het is, zoals Van Dijns een Breda's bedrijf is, bestaan 50 jaar, hoort de jazz bij Van Dijns en andersom. Mm-hmm. En ben je zelf ook een groot jazzliefhebber? Of? Nou, sinds ik hier in Breda vertoef, ben ik enorm verknocht aan de jazz. Ja. Superleuk, de mensen, de sfeer, alles. Het leeft. Ja. En dan echt de jazz of is het gewoon een beetje de swing, jive, alles door elkaar, alles prima? Alles door, ik vind het helemaal prima. Als er maar een biertje bij gedronken kan worden en iedereen lol en geluk uitstraalt. Ja, dat doet, volgens mij is dat zeker wel gebeurd de afgelopen dagen. Ben je zelf ook al op pad geweest? Jazeker, alle dagen. Woensdagavond ben ik hier al neergedaald. Ja. En elke avond is het feest. Ja. Dus heb je bepaalde hoogtepunten waarvan je denkt, dat was zo mooi. Het is eigenlijk helemaal niet. Ja goed, onze relatieavond. Relatie, dat was voor mij wel het hoogtepunt. En die was op een vrijdag als ik het vrijdagavond, ja. Ja. Superleuk. Ja, 160 man, relaties. Ah. In het begin dachten we van het gaat niet helemaal worden. We zitten toch met de vakantieperiode. Mm-hmm. Dus de eerste week kreeg ik toch wel de nodige afmeldingen. Maar het liep lekker vol. Ja. En volgens mij hebben we daar ook beelden van. Dus ik ben benieuwd, hoe ziet zo'n relatieavond eruit? Laten we gewoon even kijken. Thank you.
ik zag veel hapjes, drankjes. Af en toe had gedanst. Heb je zelf ook gedanst of niet? Ik heb alleen maar genetwerkt. Alleen maar gesproken met de relatie. Maar we gaan even toasten. Oh ja. We gaan even proosten op PSV, want die zijn kampioen geworden. Kijk eens, hartstikke dus, mooi. Dus de schaal blijft hier in Brabant. En dat is het meest belangrijke. Ja, dat is zeker belangrijk. Okay. Hoe ga je dat nou straks vieren? Straks in de stad nog even. En dan, ja? En dan eens even kijken wat mijn zoon gaat doen. En anders dan even door naar Eindhoven. Ja. Dus zoon en vader gaan vanavond op stap? Ja, denk het wel. Zijn dat legendarische avonden? Dat zijn superleuke avonden. Dat zijn superleuke avonden. Kijk, top. Weer terug naar de jazz. Zo'n relatiefeesten hebben natuurlijk verschillende mensen waar je mee bezig bent. Maar je hebt ook natuurlijk de jazzbands. Kies je die persoonlijk zelf uit? Of heb je zelf zoiets van, nou, dat wordt hier gedaan voor me? Of heb je een speciale favoriet ergens? Nee, ik ben heel erg makkelijk daarin. Ik zeg, de relatie moet vooral goed zijn voor de klanten. Ja. En ik heb een leuke clubje, mensen om me heen. Sowieso hebben we een goed gesprek met jazzbestuur. Mm-hmm. Wat zijn nou de betere bands? Ja. Ik heb een aantal dames in het bedrijf die het allemaal begeleiden voor ons. Dus, kijk eens aan. Dus ik kijk er niet naar om. Ja. Dus ik laat het volledig over aan de mensen die er echt verstand van hebben. Oké, nou, dat is altijd fijn om te weten dat de directeur alles uit handen kan geven en het beste naar boven kan halen. Niet alles, maar niet dat alles. Wel. Nou, okay. Ga je vanavond nog eerst een biertje drinken hier in de stad? Met een beetje jazz op de muziek? Op de achtergrond. Ja. Lekker terrasje zoeken, zometeen. En dan komt daar een hele grote meute met allemaal PSV-fans erbij. Ja, ik hoop het wel, maar ik ben er bang voor. Je zit allemaal in Eindhoven. Ja, natuurlijk. Dat denk ik ook wel. Rob, ik vond het hartstikke gezellig. Ik ben heel blij voor je met PSV. Hopen dat NAC volgend jaar... Ik hoop het wel. We gaan het ooit ik nog eens een keer meemaken. Ik hoop dat ze hier promoveren. Ja, we gaan het weer zien. Ik zou zeggen, cheers. Ja, nou, nog een hele fijne proost, avond. Proost en op de volgende jessen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dankjewel. Top. Ja, van Rob gaan we door naar iets gigantisch. In de Grote Kerk is Esther Tichelhoven. En die is aan het luisteren naar de gospel. Leuk aan het Bredase Jazz Festival is dat er heel veel verschillende soorten jazz overal te zien en te beluisteren is. En op zondagochtend zijn er altijd twee concerten, gospelconcerten. En wij zijn daar uitgenodigd, dus wij gaan daar lekker naartoe. Gaan jullie mee? So much. It was great, both of you girls. Yes, first time of meeting. Yes. And well, that's a sister. If you do it every day together. Well, can you imagine? Yes. And you look so great, both. Thank you. Yes, so nice. Yeah. It's my third time in Breda. Yes. So I kind of feel at home. But yeah. I think especially for Justina, she just knocked it out of the park for the first time, I think. Yeah. Yes. And always in church, always here in church. A few years ago I did the Friday night session and the Saturday night session as well. Mm-hmm. But this year they just said, can you do the... Because I'm known more for gospel. Yeah. Yeah. And do you love Breda in church? Breda's great festival. And there's so many friends that are here for the first time. I'm like, you haven't been here before? Oh, you're crazy. So, yeah, right. So I feel like I'm a veteran now. It's my third time, but over maybe six...
maybe 9 years, I think. And do you have time today to enjoy a little from the festival yourself? I hope so. Yes? Yeah, yeah. Well, I won't walk around in these shoes. Do you want to get the shoes? Mm. I have to go and change the shoes, but I'm going to go and catch something. Yeah, I will walk around. He'll take you from top till toes. So thank you very much for your time. Oh, thank you. And great to be back. Really hope great to see you back. Next year. Thank you very much. Okay. Bless you. Thank you, Breda. We thank love you. Bye bye. Cheers. Let me go and follow me. That's what Jesus said. Oh, when you say, oh, when you say, oh, marching in, oh, marching in. Oh, when you say, oh, marching in. Yeah, definitely. My name is Justina Lee Brown. Wow. And I'm from Nigeria, West Africa. Okay, okay. So this is what's real girl power. Yeah. Yeah. It's the first time in Breda? Yes, in Breda, yes. I was last year in Amsterdam. Yes. And this is my first time here in this beautiful city, Breda. Yeah. Thank you for having me. Yes, and we hope you come back next year. Oh, definitely, because I love this city. Yesterday, yes. I've been screaming after the concert yesterday, and I'm like, oh, I want to stay another one day more. Because it's beautiful here. It's really beautiful here. Ja, en van iets heel zakelijks gaan we weer lekker naar de muziek toe. Naast mij heb ik een Amerikaan / Nederlander zitten, Steve Yocum. Ja. Welcome. Hello. I'm going to talk English with you, because that's thank you. Better for you then. Makkelijker. Makkelijker. Wonderful. So, Steve, tell me, which instrument do you play? I'm a trombone player and I'm a singer. And so that's about it. I used to run a lot of different bands. All right. And what do you prefer, singing or the trombone? Given the opportunity, I'd rather be a singer. A singer? Yeah, but I started off as a trombone player when I was 8 years old, and so managed to make a living with it and stayed with it. Okay. Do you still make a kind of living with it? Or not so much here in Holland. In the U.S., I was a professional. Uh-huh. Here, there's not as much work. It's hard to be a professional. If you live in Amsterdam and you get with the right crew, you know, there's plenty of work. But if you live in Breda, in Brabant, and so on and so forth, most of the work will come from working weekends in Hinnikov. So, Let me translate for the Dutch people. Yeah, yeah. Wat ik hem net vroeg is wat hij dan precies doet. Hij is een zanger en trombonespeler. Hij geeft ook aan dat hij eigenlijk liever zingt, maar origineel is hij een trombonespeler. En hier in Nederland is het lastiger om aan geld te komen, of in ieder geval een leven ervan te maken, dan wat hij had in Amerika. You play a lot of jazz? Yeah, that's what I did. And the reason that I was able to play in the U.S. was because I come from New Orleans. Yes. And we played for the tourists. When a tourist visits New Orleans, they expect to hear Dixieland jazz. Yeah. And that's what I do. Okay. And that's the only place in the world you can actually make a living doing. Ah, okay. So only Dixieland jazz, or? Yeah, Dixieland. Well, I also did rock and roll for a long time when I was in the 70s, and rhythm and blues bands and stuff. But now, these days, I stay with traditional jazz. Traditional jazz. Okay. Zoals hij dus zegt,
Ja, hij speelt voornamelijk jazz. Hij komt oorspronkelijk vanuit New Orleans. En ja, daar speelt hij natuurlijk heel veel Dixieland jazz. Hij heeft ook een tijdje rock'n'roll gespeeld. Maar nu speelt hij merendeel traditioneel jazz. Pretty much, yeah. Yeah. So, I kind of heard a bit from you. But tell me, you have like, I think, a wonderful story. Because you played in a lot of big things in New Orleans, here. You went on tour. What did you do more? There was a time that I was working for Disney World. We had a band there in the Magic Kingdom on Main Street, 6.5 years. We had an excellent little band called the Banjo Kings. And I used to work for Leon Redbone back in the 70s, and we did a tour with Tom Waits and all. But that's some years ago. It was all a lot of fun, but for the most part, my living was made playing New Orleans-style music. New Orleans-style. Yeah. Mm-hmm. And where did you all went on tour? Because I heard you went to the Netherlands, of course, but also Germany. We did a lot of work through North America and Western Europe. Netherlands, Belgium, Germany. We played up Denmark and Sweden and through there. I have yet to go to places like Japan. I know an awful lot of Breda players go to there's a Japan festival that is a sister festival with the Breda Jazz. Mm-hmm. And I have yet to go to Japan. So, AJ, check it out. Wat hij dus zegt is, hij heeft best veel grote dingen ook nog gedaan. Hij heeft een tijdelijk voor Walt Disney gewerkt in Main Street. Hij heeft met grootheden in Noord-Amerika gespeeld. Hij heeft getoerd door Noord-Amerika en West-Europa. Voornamelijk denk ik de noordelijke staten. En wat hij ook aangeeft is dat hij gewoon nog een wens is om naar Japan toe te gaan. If you play here now at the Breda Jazz Festival, because you already played here, right? Yeah, I played here maybe 12 years now. 12 years? Yeah. That's a long time. A long time. How was it? Much longer. Okay. Much longer. The wife is always right. Do you also connect with people and go like, okay, maybe I can go to Japan or connect to make a new band? Well, the thing is, there's a lot of local people here who are wonderful musicians. Harry Contras is a piano player, and he just did a 40-year concert of things that he's done 40 years here. Antoine Tromola used to be the voice hitter from this festival. Mm-hmm. Bart Walters, who is also with the Jazz Connection and all. And he's now doing... And now Hai is the voorzitter, but yes, these are all friends of mine, and because of them, I get to do quite a bit of work that otherwise I wouldn't. I work a lot with Huub Peters as well, okay. And a local legend, Huub Peters. Zoals je zegt, dus hij speelt gewoon heel veel met. Met bekendheden hier en daar heeft hij dan verschillende opdrachten uit. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk Antoine Tromelen en Bart Wouters die we hier gisteren hebben gehad. Last question for you. Before you're gonna play, because you're gonna play for us a bit on the trombone, I think. Is it? Okay, well, we'll have to grab that thing over here then. Yes. What would be for you the most wonderful thing or wonderful place to play? What is the dream, the big dream? The dream. Like the American. You know, it's interesting. As far as an ambition, as a dream, mm-hmm. I've been very fortunate. I've done most everything I would care to do. Uh-huh. And as long as I can keep playing, that's the dream. Okay. I'll keep playing, I'll be very happy with it. That's the dream. Mm-hmm. That's a beautiful dream. And zoals je zegt, de droom is gewoon om door te blijven spelen, dat is zijn grootste passie. En hij zegt ook, hij heeft zoveel gave dingen gedaan. Het spelen is gewoon het belangrijkste. We gaan straks een stukje horen van Steve. Maar eerst gaan we kijken naar een gedeelte van Bram. Want Bram zit ergens in een bus volgens mij. En ik weet niet of hij buschauffeur is of dat hij gewoon meerijdt. Maar Bram krijgt het altijd voor elkaar. We gaan het nu zien. Goedenavond weer. Ja, vervelend hè? Als je tijdens het evenement moet uitwijken voor auto's of busjes. Helaas, bij dit soort evenementen is het onvermijdelijk. En kom je bij het Jazzfestival,
dit soort busjes tegen. Waarschijnlijk heb je die zelf ook al gezien. En die zijn bij dit evenement nodig om de artiesten en de instrumenten veilig van A naar B te werken. Wij lopen vanavond met een van deze busjes mee om te kijken wat ze nou precies doen en hoe dat in zijn werk gaat. Naast mij zit Lisette en Lisette is een van de chauffeuses hier op het Jazzfestival. Lisette, waar gaan we nu? Oh, ze is even aan het kijken, want er komen nog meer auto's aan. Ja, dat is heel leuk. We hebben de artiesten, die lopen net langs, die hebben we eruit moeten zetten. Hoe reageren de mensen met op de bussen zo door de middenstad? Want je moet denk ik soms dwars door mensen menigtes heen. Ja, als ze nuchter zijn, dan reageren ze meestal nog wel prima. Maar ik ga zo meteen wel vragen of je je raampjes dicht wil doen. Want anders... we zitten nu op de avond en dan is het alcoholpercentage ligt wat hoger. Dus ja, het is heel verschillend. Er zullen altijd mensen zijn die zien je niet aankomen of die lopen midden op de weg. En daar moet je dan heel subtiel mee omgaan. Dus langzaam rijden en ja. We hebben op dit moment een klein probleempje. We willen de spullen naar het podium sjouwen, maar er staat een scootmobiel in de weg. Dus mocht je nou denken, hey, ik heb mijn scootmobiel laten staan. Ik ben benieuwd hoe we die weg gaan krijgen, want dit is namelijk de doorgang waardoor wij straks de instrumenten uit de bus het podium op moeten krijgen. Maar ook de artiesten weer van het podium af moeten halen. Van logistiek, als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Ja, inderdaad. Als het niet moet zoals het kan, dan kan het zoals het moet. Nee, dat klopt niet. Oh, toeter. Yes. Nou, de bus is vol, dus die kan achteruit. Onze taak is om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen achter de bus vandaan blijven. Dat wordt spannend. Want als er nou iemand aangereden wordt, is het wel mijn schuld. Het past echt net. Het past net. Maar we zijn er nog niet. Maar wij kunnen nou wel lekker weer mee de bus in. Ja. Goed, we hebben vanavond gezien dat de bussen hier in het centrum echt nodig zijn om de instrumenten en de artiesten veilig naar hun locatie te brengen. Dat is niet altijd even makkelijk voor de chauffeurs. Ze rijden hier voor jullie jazzplezier. Dus mocht je ze tegenkomen, geef ze een thumbs up en maak er een feestje van. Want uiteindelijk zijn we hier om met elkaar het jazzfestival te vieren. Terug naar de studio. Ja, en zoals ik heb gehoord zijn er gelukkig geen ongevallen gisteren geweest in Breda. Dus Bram heeft zijn werk nog goed gedaan. Stelt u voor dat u nog steeds een scootmobiel zoekt. Die staat schijnbaar nog steeds op dezelfde plek. Dus we zoeken die persoon nog. Maar door naar de artiest hier. Steve Joke, you're gonna play something for us? I suppose. I hadn't really thought about it. We'll get something done. Okay, I'm curious. There's a Garden of Eden, you know what I mean. Creole babies with flashing eyes softly whisper with tender sighs. Stop, you better give your lady fair a little smile. Stop, you bet your life you'll linger there a little while. There's a heaven right here on earth full of beautiful queens way down yonder in New Orleans. Boo-doo-deep. Ja, en na het prachtige optreden van Steve
Maar ik toch eigenlijk wel mag zeggen dat hij gewoon lekker moet gaan zingen in plaats... of ja, natuurlijk ook trombone spelen, maar lekker meer gaan zingen. Gaan we door. Nou, denk ik een heel interessant verhaal. Ik heb hier bij me Frank van Oosterhout. Als ik goed begrepen heb, teamleader bij de stichting Nieuwe Vesten. Ja. Klopt. Vertel, wat doe je precies dan als teamleider bij de stichting? Wat doe je als teamleider? Ja. Ja. Nou, je bent eigenlijk, ik vergelijk het wel eens met dat je een soort van kannetje olie bent. Mm-hmm. Wat de hele tijd, als er allerlei dingen gebeuren op zo'n organisatie, dat je steeds een druppeltje olie geeft, zodat de radertjes lekker blijven draaien. Oké. Okay. Soms loopt er iets vast, dan doe je nog eens een druppeltje olie ertussen. Nou ja, maar in de praktijk ben je verantwoordelijk voor de mensen die er werken en voor projecten die er zijn. Allerlei registraties natuurlijk ook, hè? Gewoon ja. De kantoordingen. Ja. Hè? Je bent bezig met het beleid. Je doet heel veel dingen tegelijkertijd eigenlijk. Ja. En een belangrijk ding is dat je ook als teamleider altijd wat ze dan zogenaamd noemen middenmanager bent. Dus je hebt de docenten die dagelijks hun werk uitvoeren en alle andere collega's. Mm-hmm. En je hebt het managementteam wat natuurlijk heel erg bezig is met beleid. En je bent heel veel bezig met het vertalen van het beleid naar je collega's toe. En andersom ook. Het verwoorden van wat er bij collega's leeft naar het managementteam toe. Ja. Dus als ik het goed begrijp ben je gewoon eigenlijk de persoon die alle standaardzaken administreert. En ook bezig bent met het draaien houden van projecten. En ook bezig zijn om je teamleider of je mensen onder je gewoon, dat die gewoon draaien zoals het hoort. Ja, je bent ook heel veel bezig met ontwikkeling. Je bent eigenlijk een soort van schakelaartje de hele tijd. Oké. Okay. En heb je nog projecten rondom de jazz misschien wat interessant is, waar je van denkt, goh, daar ben ik laatst mee bezig geweest. Oh, dat is al heel... Nou, natuurlijk de Talent Award, hè? Ja. Jazz at the Castle. Een collega Leo van Lieshout, die is daar heel erg druk mee bezig geweest om samen met een team van 6 docenten mm-hmm. Een aantal bands die bestaan uit getalenteerde Breda's muzici mm-hmm. te begeleiden. Ja. En hebben ze een week of 10 op zondagen hebben ze die bands begeleid ter voorbereiding van hun optredens hier afgelopen vrijdag op het festival. Ja. Dat is een voorbeeld van waar we dan, waar we dan de laatste tijd heel erg mee bezig zijn geweest. Oh, dat is wel een hele mooie natuurlijk dan. En ben je zelf dan ook een groot liefhebber van jazz, omdat je erbij betrokken bent? Of heb je ja, niet zozeer omdat ik erbij betrokken ben. Dat heeft meer met Nieuwe Vesten te maken. Maar ik ben zelf opgeleid als jazzdrummer. Okay. Dus ik heb in de 80er jaren aan het Zweling Conservatorium Amsterdam gestudeerd. Mm-hmm. Met als hoofdvak drums. Ja. Dus jazz, ja, dat is helemaal mijn achtergrond. Ja. Ja. Ah, jammer dat we hier geen drumstel hebben, maar... Ja, hadden gekund, ja. Hadden gekund, ja. Je zegt dat je afgestudeerd bent in de jazz. En nu ben je eigenlijk heel zakelijk bezig. In plaats van, denk ik, het hele muzikale. Speel je dan wel nog veel? Of? Nee, ik speel niet meer zoveel. Maar het leuke is dat je... Juist als je teamleider bent of afdelingshoofd bent of wat dan ook, kun je juist heel erg creatief bezig zijn. Ja. Want je bent eigenlijk bezig om samen met anderen een organisatie te vormen. Daar heb je heel veel creativiteit voor nodig. Ja. En die probeer je zo te vormen dat je zo goed mogelijk zeg maar, de mensen waar je voor bent ten dienste bent. Okay. En juist, ik kan juist heel erg veel van mijn creativiteit daar kwijt. En natuurlijk drum ik ook nog. En ik heb heel erg lang drumles gegeven, meer dan 25 jaar. Maar juist het creatieve vind ik zo leuk in mijn vak. Oké, okay. Dat is wel tof. Ja, je zou zeggen dat het heel erg administratief is, maar het is juist heel erg creatief. Heel creatief, kijk, dat is altijd fijn om te horen. Wat ik ook, je zegt dat je eigenlijk bezig bent met een organisatie te creëren, weer iets nieuws te vormen. Vind je dat er sinds de laatste jaren dat de Nieuwe Vesten een nieuwe richting is ingeslagen? Of is er iets bijzonders rondom de Nieuwe Vesten waar je van denkt, ja, dat is wel iets wat de nieuwe, of dat de mensen van Breda moeten weten? Nou ja, ik denk het wel. Je ziet eigenlijk al de afgelopen 5 tot 10 jaar één hele grote beweging in Nederland. En dat is dat gesubsidieerde instellingen, zoals Nieuwe Vesten is, maar ook heel veel andere centra voor de kunsten. Dat de subsidie die ze krijgen moet ingezet worden voor zoveel mogelijk inwoners van de stad. Mm-hmm. En dat noemen ze dan de participatiegedachte. Dus ze vinden eigenlijk dat je aan zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid moet bieden om aan kunstontwikkeling te doen. Ja. Dat was nog niet zo, die golf zeg maar, die je in heel Nederland zag, op allerlei manieren was nog niet zo in Breda terechtgekomen. En het is nu hier wel. Okay. Dus Nieuwe Vesten gaat zich in de nabije toekomst al steeds meer focussen om er voor alle Breda-naars te zijn. Okay. Door
niet alleen het ondersteunen van talentontwikkeling, wat we nu heel erg veel doen. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld op de Molenstraat, in de Loods, hè, in Bavel, Krijnest. Maar ook door bijvoorbeeld op scholen steeds meer onderwijs te ondersteunen. En ja, ook in de wijken en ook bij verzorgingshuizen bijvoorbeeld. Ja. En daarbij zijn we niet alleen maar een organisatie die zeg maar, wij doen het dan ook allemaal. Mm-hmm. Maar we zijn vooral dan een organisatie die ervoor zorgt dat het kan gebeuren. Okay. Eventueel ook door anderen. Ja. Want wat ik ook te horen heb gekregen is dat je bezig bent nu met een, wat ik persoonlijk een heel mooi project vind, is het meer muziek in de klas. Ja, dat klopt. Ja. We via de cultuurwinkel in Breda hebben we contacten met de verschillende basisscholen. Ja. En we gaan met scholen in gesprek om te kijken wat voor soort kunstonderwijs zou je nou graag op je school willen hebben. Mm-hmm. En het kan zijn dat ze een bepaalde programma willen hebben op het gebied van zingen, of op het gebied van beeldende kunst, fotografie, dans en dergelijke. En we proberen echt uit te vragen van wat zou je nou het liefst hebben? Mm-hmm. En vervolgens gaan we kijken hoe dat dan het beste gerealiseerd kan worden. Okay. En dat kan dan iets zijn van Nieuwe Vesten, maar het kan ook een hele andere Bredaanse organisatie zijn, ja, die dan zijn school erbij helpt om dat te doen. Ja. En nu wordt dat extra gestimuleerd omdat er een landelijke regeling is, Muziekimpuls, ja, waarbij schoolbesturen subsidie kunnen aanvragen om wat grotere projecten op het gebied van muziek, ja, in Breda te doen. Heb je dan daar een mooi voorbeeld van, hier in Breda al? Of is het echt nog in de ontwikkelingsproces? Nou, bijvoorbeeld Blaasmuziek is cool is een heel mooi voorbeeld. Omdat dat, ja, een voorbeeld is van muziek in de klas in samenwerking met harmonieën. En daarna, na schools, nog wat extra lessen. En dat is ook eigenlijk precies wat Muziekimpuls beoogt. Mm-hmm. Je hebt 1, 2, 3 Zing. Dat is een organisatie die zangonderwijs op het basisonderwijs organiseert. En wij leveren daar docenten voor. Maar ook ondersteuning van de docenten, van het docententeam. Ja. Om met kinderen in de klas meer te gaan zingen. En dan zijn er ook nog op de andere kunsten voorbeelden te noemen waar scholen mee bezig zijn. Oké, okay. En dat is dan wel heel tof dan. Misschien moet je die Steve dan uitnodigen met blazers. Nou, wat zo mooi is als je Steve hoort spelen, is dat hij met zijn trombone eigenlijk zijn eigen stem weergeeft. Ja. En dat is eigenlijk wat je kinderen wil meegeven als ze schilderen of toneelspelen of dansen of muziek maken. Mm-hmm. Dat ze daarmee met die speciale stem iets van hun eigen leven kunnen laten zien. Ja. En dat maakt kunst zo ontzettend bijzonder voor kinderen. En die, om weer helemaal terug te gaan naar het begin van het verhaal, die mensen die bij de Jazz at the Castle, de Young Talent Awards, die we hebben gehad, die hebben dus natuurlijk een hele eigen stijl daarin. Of een eigen stem, geluid. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En dat kun je ook, als je die bandjes hebt gehoord vrijdag, dan hoor je ook dat ze allemaal hun eigen draai hebben gevonden. Okay. En dat hoor je ook. Hè? Elk bandje is echt anders. En speelt met de mogelijkheden die ze hebben. En natuurlijk, als je zoals de saxofonist die de solistenprijs heeft gewonnen, mm-hmm, als je nog veel verder bent, dan kun je nog veel bijzonderder je verhaal vertellen. Ja, okay. En je hoopt dat zoveel mogelijk kinderen dat kunnen doen. Dat is wel mooi. Ben je zelf er ook geweest bij de Youth Talent Awards? Sorry. Ja, ik ben er zelf ook geweest afgelopen vrijdag. Ik heb niet alle bands kunnen zien, want ik had een heel klein muzikantje in spee op mijn schouder zitten. Ja. Die had na drie bands te hebben gezien, wilde hij ook verder kijken. Ja? Maar die vond het ook helemaal fantastisch. Want die wil zeker ook gaan drummen en hiermee aan de slag gaan. Dat is zo tof. Het is heel mooi om die inspiratie te zien. Kijk, hartstikke mooi. Super bedankt, Frank. Graag gedaan. Volgens mij hebben we ook beelden van de Youth Talent Award at the Jazz at the Castle. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. En toen hadden we een probleem.
Want we moeten 2 prijzen uitreiken. En ja, dan moeten we ons muzikantenhart laten spreken. En dan gaat sowieso de groepsprijs gaat naar Loose Bowties. En het probleem is dat de solistenprijs ook naar die band gaat, naar Pepijn. Die prijs bestaat uit 2 dingen. Een hele mooie glazen bokaal, noem ik het maar, de ensembleprijs. Daar komt ook nog een envelop met inhoud bij, een tak van €1500 dat de band mag besteden. Niet om te gaan feesten, laat dat ook duidelijk zijn, maar om hun, jullie mogen wel feesten, maar dan op een andere manier. Jullie moeten dat gaan besteden aan jullie verdere muzikale ontwikkeling. Aan wie mag ik de prijs aanbieden? Wie is jullie? Is er ook Pepijn? Nou, jij gaat handen kort krijgen. Proficiat. Kijk, wat een talent, mensen. Super gaaf wat ik hier heb gezien. Zakelijke, zeker in zin zakelijke dingen over talentontwikkeling. Gaan we naar ook iets van talentontwikkeling? Want hier naast me heb ik Esther Molenaar bij me zitten. Ja. Ja, je hebt super mooie filmpjes gemaakt over de verschillende stijlen die er te zien zijn op het jazzfestival. Hoe heb je het ervaren? Vertel. Ja, echt super leuk. Allereerst vind ik het ook heel leuk om hier te zijn. Ja? En ik vind ook dat je het heel erg goed doet. Dankjewel. Dat ik toch nog even zeggen. Vind ik heel lief. Over de reportages. Ja, dat was heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. We zijn allemaal verschillende locaties geweest. En steeds een andere soort muziekstijl gezien. Mm-hmm. En daar geprobeerd toch ook eventjes mee bezig. Even mee op te dansen. Even wat sfeer te proeven daar. Ja. Heb je veel gedanst? Ik heb geprobeerd wel op alle dansstijlen wat te dansen, maar dat is soms nog helemaal niet zo makkelijk. Nee? Zo waren we bijvoorbeeld bij de Lindy hop, bij All the Catch Jump In de spiegeltent. Ja. Yeah. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Nee? Heb je het uiteindelijk wel geprobeerd? Want dat hebben we niet gezien op het filmpje. Ik heb het geprobeerd, maar ik denk dat het eruit geknipt is inderdaad. Ja? Dat was echt heel erg moeilijk. Oké. Okay. Nou, dat is wel top. En heb je, nu dat je zelf ook de verschillende stijlen hebt gezien, heb je nou zoiets van, dat vond ik nou echt... Daar heb ik nou ook zoiets van, daar ga ik volgend jaar sowieso nog meer naar luisteren. Of, Ik vond de donderdag er ook echt heel erg leuk. Mm-hmm. Toen was het ook echt een super sfeer. Iedereen had heel veel mensen al een vrije dag natuurlijk, met Hemelvaartsdag. En toen waren we smiddags toen op het pleintje bij de Veemarktstraat. Bij de Letten volgens mij. Bij de Letten, ja. Bij de Letten, ja. En dat vond ik echt zo'n lekker sfeertje. En waren ook allemaal mensen aan het dansen. En daar hadden ze ook lekker allemaal sangria en lekkere drankjes. Ook echt dat sfeertje, dat zetten ze daar heel goed neer. Ja. Dat vond ik echt heel erg gezellig. Dus volgens mij is het meer de Zuid-Amerikaanse Letten daarin. Ja, dat vond ik heel erg leuk. Okay. Maar ik vond net wat ik net zei, dat All the Catch Jump In in de spiegeltent. Dat is een beetje rock and roll-achtig, denk ik, dat je mee kan vergelijken. Of een voorloper van de rock and roll. Dat vond ik toch ook wel heel kunstig om te zien. En ook die mensen konden echt zo goed dansen. Dat was echt zo leuk om te zien. Ja. En dan hadden we ook helemaal Daphne en ik, want ik maakte de reportage samen met Daphne van der Linden. Yeah. En Daphne en ik hadden ook helemaal ons haar in die stijl laten doen. En onze make-up hadden ze helemaal zo gedaan. En echt, we zaten daar echt helemaal in. Dat was ook heel erg gaaf om te zien. Was jij nou degene die meegenomen werd door de... Nee? Okay. Door de nachtburgemeester, Maar je hebt ook van heen en weer gelopen, denk ik, tussen alle podiums door.
Hoe was de overal sfeer? Vertel. Dat was trouwens nog niet eens zo makkelijk, want het was zo ontzettend druk in de stad. Yeah. Dus we waren van het ene podium naar het andere podium. Nou ja, ik kwam bijna de mensen niet door. Zo druk was het bijvoorbeeld op de Grote Markt, op de Havenmarkt. En, mm-hmm. Ja, het was zo drukte en gezelligheid dat het helemaal niet zo makkelijk was om van het ene podium naar het andere mm-hmm. te komen. Maar ben je direct door naar het volgende podium gegaan of heb je echt zoiets nog af en toe zo... Stiekem hier luisteren en hier nog een beetje dansen. En, ja, we hebben wel op de weg ernaartoe overal kwamen we toch langs verschillende podia en toch geprobeerd om even te gaan luisteren, even te gaan kijken van hoe is het hier. Mm-hmm. We hebben echt, ik denk dat ik wel bijna alle locaties in de binnenstad gezien heb. Ja, okay. Ja. En is er voor jou een uitspatter geweest deze week van, god, dat was echt een bijzonder moment? Moeilijk. Dat is ook omdat het heel erg verschillend was. Mm-hmm. Het was bijvoorbeeld op het Kerkplein. Was het bijvoorbeeld echt super druk, super veel mensen. En ook echt harde muziek. En een grote band op het podium. En vanmiddag waren we bij het Saspleintje. Ja. En dat was dan weer echt zo... Ja, dat is een beetje zo'n heel klein hofje ook. En dat was dan weer heel intiem, zeg maar. Dat waren we met 3 artiesten. Het was echt compleet anders. Dus het was ook allemaal zo verschillend dat ik niet echt kan zeggen... dat was het allerleukst. Oké. Okay. Ja. Wel bijzonder. Maar vertel, je bent vandaag ook op stap geweest. Ja. Waar ben je geweest? Ja, vandaag dus naar dat Saspleintje geweest. Naar het Saspleintje. En daar was het steeds wisselende artiesten. Verschillende artiesten die... Ja, maximaal 3 artiesten bij elkaar die daar een optreden verzorgen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel een beetje natuurlijk een trieste uitzending. Onze laatste keer samen met Daphne op reportage. Oh. We hebben het zo leuk gehad. En je merkt ook echt aan de mensen van, dit is de laatste dag. En we proberen nog even alles uit te halen wat erin zit. En het is toch ook wel weer jammer dat het straks afgelopen is. Oh. Ja, dat kan ik goed begrijpen. Dat heb ik hier ook. Maar... Wat heb je gezien op het Saspleintje? Ja, op het Saspleintje, dus de 3 met Harry Kanters, die ik ook al heb gezien bij het 40-jarig jubileum in het Hotel Nassau. Harry Kanters en nog 2 artiesten waar hij ook heel vaak samen mee speelt. Die vormden daar een trio. En daarnaast zag je gewoon, het is best wel een verstopt pleintje. Dus er zaten wel echt mensen die kwamen daar speciaal voor die 3 artiesten naartoe. Oké. Okay. Volgens mij hebben we daar ook... filmpje van, toch? Ja, we gaan nu naar onze reportage. Ik zou zeggen, de camera reportage. Is voor jou. Doe de aankondiging. Waar moet je kijken? Daar, oké. Okay. Hier is de laatste reportage van mij en Daphne. We zijn dit keer gaan kijken bij echt eigenlijk de originele jazz. Die hadden we nog niet gezien in onze reportages. En zoals ik al zei, helaas de allerlaatste. Hier komt-ie. Ja, helaas alweer de laatste dag van het Breda Jazz Festival. Heel erg jammer, maar last but not least, we zijn nu bij het Saspleintje. En hier wordt de echte originele jazz gespeeld. Ja, een heel kleine, intieme omgeving. Het kleinste podium wat er is ook bij het Jazz Festival. En inderdaad, de laatste kans om nog een glimp op te vangen van het Jazz Festival vandaag. Nou, we hebben allebei al veel geleerd van de jazz, maar de echte originele jazz, heb jij die al gehoord? Die heb ik nog niet gehoord. We zijn nu allerlei verschillende stijlen hebben we al gezien, hebben op gedanst, hebben meegemaakt. Ja. En vandaag toch nog eventjes die echte originele jazz meepakken. We gaan er naar luisteren. Vandaag laatste dag, lekker nog even genieten. Ja, het is ook
na 4 dagen is het ook best wel, dat we ook best wel zeker zo van, nou, het is ook wel goed. Maar goed dat het bijna afgelopen is. Ja, het is toch een slijtageslag. Hè? En wij zijn ook allemaal nog wel mensen die dan in de nachtelijke uren nog bij de jam session tot het laatst aanwezig blijven. En het is met dit soort festivals natuurlijk toch, je slaapt uiteindelijk, ja, na 4 uur word je wakker. Hè? En dan ben je weer klaar wakker. Ja. Goed, er even volhouden dus vandaag. Veel plezier. Ja, dankjewel. Ik zie hier een paar mensen die het al heel goed voor elkaar hebben. Hallo. Hoi. Jullie hebben het goed voor elkaar, zitten lekker in het zonnetje. Dat klopt zeker. Is het de eerste dag vandaag of de laatste? Nee, tweede dag. Tweede dag alweer. Gisteren ook geweest, ja. Ja. Echt heerlijk, lekker muziekje, lekker relax, lekker drankje, dus helemaal perfect. Meneer, heeft u al veel gezien van het jazzfestival in Breda? Ja, gisteren. En vandaag. 2 dagen. En komt u speciaal voor dit podium? Voor dit pleintje. Vind ik het mooi. Ja, voor alles. Maar dit is mooi intiem. Ja. En wat vindt u van de stijl jazz die hier wordt gespeeld? Fantastisch. Ja. Vrolijk. Ja. Vrolijke jazz. Feestjazz. Hi Sebastian. Hello. How do you like Breda so far? I love it here. We've been having a fantastic time. Yeah. It's a great festival, it's very well organized with lots of great musicians and lots of great friends. So every time we've come up here, it's always been a really magical weekend. Every time you come up here, how many times have you been here? This is my 3rd or 4th time to the festival, and it's always a highlight of the year. Yeah. How did you start playing music? Just started getting some lessons at school, and my mum was a musician, and she encouraged me without pushing me, but she opened some doors, and I started on many different instruments, and then one day I heard the double bass, and I needed to play, and I went and asked my school teacher. I said, I need to play. They said, we don't have one. But about a week later, she came back and said, if you can find 4 other students, we'll buy a bass and get a teacher. And so I found 4 more kids. And then that's how I started on the bass. Oh, that's great, that's great. So you fell in love with the sound of the bass? Immediately, yeah. I first fell in love with a tenor saxophone, and then they told me that I was too small and I had to learn clarinet first, and I didn't want to do that. And then I heard the bass and I thought, that's the one for me. Ja, we hebben heel treurig nieuws. Dit is alweer onze laatste reportage. En het is de laatste dag van het Breda Jazz Festival. We zijn op heel veel verschillende plekken geweest. We hebben verschillende stijlen gezien. We hebben van allerlei soorten jazz hebben geproefd. En nu, ja, voor de laatste keer. And now, back to the studio. Dankjewel, onbekende man met een zonnebril. Dankjewel. Maar de dames hebben het echt perfect gedaan. Dat mag ik echt wel zeggen. Ja. Zeg Esther, zien we jou volgend jaar weer? Ik hoop het, ja. Dan op een podium of weer als reportage? Nee, weer als reportage. En ga je dan in de tussentijd wel oefenen om te dansen? Ik ga oefenen op alle dansstijlen. Kijk zo. Ik kan er nu ook niet meer onderuit. Bedankt. Dus met andere woorden, we gaan volgend jaar gaan we Esther gewoon super mooi zien dansen. We zijn echt bij het einde gekomen van deze aflevering en van Breda Jazz Talk. Ik wil heel graag de Keizer bedanken voor deze mooie locatie hier zo. Alle vrijwilligers, alle moeders van alle vrijwilligers, want het is natuurlijk Moedersdag. En daarom wil ik ook eindigen met bedankt mama en nog een hele fijne avond. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel De Keizer.